en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de rechte. Het is zaterdag en vandaag had de... Ik had bezig moeten zijn met de 12 uur stream van Grand Theft Auto 5. We zijn om 12 uur begonnen en om 2 uur, half 3 heb ik de video op de livestream uitgezet. Het is één grote flop geworden. En waarom is het een flop geworden? Iedereen ging zomaar weg. De een had hoofdpijn, die ging, daar kan ik toch nog een klein beetje in komen. De andere die ging boodschappen doen, de andere die ging naar de winkels. Iedereen ging weg. En op een gegeven moment bleef ik alleen achter. En zou de laatste later ook weggaan en dan zou ik alleen achterblijven. Ja, had ik er toen al geen trek meer in. Ik wil een 12 uur stream doen. Vind ik allemaal hartstikke leuk om een 12 uur stream te doen. Maar als je een 12 uur stream doet, hou het dan ook 12 uur vol. En ga dan niet na 3 uur al boodschappen doen. De hond uitlaten. Nou ja, de hond uitlaten, dat kan dan nog. Maar ga dan niet boodschappen doen. Je vriendin even verwennen tussendoor. En dat soort ongein allemaal. Het schiet gewoon niet op. En daar is volgens mij is een 12 uur stream is om 12 uur beginnen, om 12 uur eindigen. Zoveelste bevestiging dus dat je niet kan afspreken. Joost heeft niet meegedaan en die was er ook al een klein beetje bang voor dat dit zou gaan gebeuren. En Joost heeft gelijk gekregen. Dus ik heb de livestream uitgezet en ik ben helemaal klaar, maar ik had er helemaal geen zin meer in. Ik was het helemaal beu. Dat betekent niet dat ik niet meer ga livestreamen. Ik ga vanavond ga ik met Joost nog eventjes om 8 uur ga ik nog eventjes Grand Theft Auto 5 livestreamen. Maar de 12 uur stream is dus bij deze opgehouden en is dus een grote fiasco geworden. Jullie zien het ook, ik heb er ook een avatar van gemaakt. Van de 12 uur stream, één grote flop. Dus dan weten jullie dat waarom de livestream gestopt is. Even een kort vlogje tussendoor. Maar dan weten jullie in ieder geval waarom er dus ineens geen livestream meer is. Of waarom die opgehouden is. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ik zie jullie hopelijk om 8 uur bij een nieuwe livestream met Joost. Op Grand Theft Auto 5. Bedankt allemaal en jullie weten het allemaal. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe.